in de categorie Jeugdsportstimuleringsprijs individueel 2017. Al vanaf haar 7e actief op de baan en in het veld. Emma van Haren. De NK-titel als kers op de taart voor Felix van Dijk. 16 jaar en al heel wat in zijn mars. Luc Maas. Sinds Emma van Haren de smaak van het fietsen te pakken heeft, is zij niet meer weg te denken van het podium. Elk Nederlands kampioenschap flikt ze het weer. Een podiumplaats. De reden van haar nominatie? Voor het 4e jaar op een rij is zij Nederlands kampioene op de weg. Golfer Felix van Dijk is bezig met een goed seizoen. Als kroon op zijn harde werken en trainen won hij het Nederlands kampioen matchplay tot en met 21 jaar. Ook was hij niet onverdienstelijk op andere nationale en internationale toernooien. Genoeg basis om uit te groeien tot een professional. Kersverse talent Luc Maas van de Tilburg Roadrunners blijkt keer op keer de allersnelste te zijn. Ook in 2017 boekte hij het ene na het andere succes. Zo werd hij maar liefst 3 keer Nederlands kampioen. Op de 3000, 5000 en 10.000 meter. Een knappe prestatie.